Hoe gaat het met je? Heel goed. Druk eigenlijk. Ik heb de afgelopen weken wel even vakantie kunnen hebben met de feestdagen. Maar nu begint de theatertour en alles. Dus dat is lekker druk. Ja. Hoe ben je met je thuis in het Hoge Noorden? Nou, ik heb wel wat familie wonen, maar ik kom hier bijna nooit. Dus het is altijd zo van, oh ja, Groningen. Ja, zo lekker ver weg. Ja, want ik kom uit Limburg oorspronkelijk. Dus ik woon nu in Arnhem. Dus het was niet heel ver rijden. Maar ik vind altijd, ja, ik vind sowieso, dat vind ik het leuke wel van muziek maken. Dat je op veel verschillende plekken komt. Ja. Je hebt net opgetreden in Plato. Hoe was dat? Leuk, druk. Ja, had ik niet verwacht. Meestal als je een soort van in-store in een platenzaak gaat doen, dan is het, zijn er wel wat mensen. Maar dan is het niet zo mega druk. Maar het ging wel goed, was leuk. Ja. Was het je eerste optreden van 2008? Even denken, dat is een goede vraag. Ja. Ja, ja, ja we hebben heel veel gerepeteerd, dus dat was wel echt het eerste optreden, ja. Ja. Even Noorderslag, wat betekent Noorderslag voor jou? Ik heb er 2 jaar terug gestaan en toen weet ik nog wel dat ik het heel spannend vond, omdat ja, toen was ik nog pas begonnen en een beetje zo van, oh, ik wil op dat festival staan en ik hoop dat er programmeurs zijn en zo. En nu heb ik zoiets van, ja, dat vind ik wel tof dat ik er nu dan weer mag staan, omdat er best veel gebeurd is afgelopen 2 jaar. Maar Noorderslag blijft gewoon een samenkomst van alles. Gewoon heel veel mensen uit de muziekindustrie. En ook muziekliefhebbers natuurlijk. Dus ik heb er zin in. En wat betekent het Noorderslag in het algemeen voor de nieuwe generatie artiesten van Nederland? Ik denk echt wel dat het een hele goede soort van springplank is gewoon. Want ik had toen ook die Ascent Award gewonnen 2 jaar terug. En dat was zo te gek, want dan sta je ineens in heel veel blaadjes aangekondigd. En ook Noorderslag, weet je wel. Als je op Noorderslag speelt, dan is het toch wel zo van, nou, dan sta je even in de picture. En dat kun je zeker als beginnende band heel goed gebruiken. Want ja, er is gewoon weinig exposure. Vooral ja, als je op de radio wil komen, dan moet je echt al een gevestigde artiest zijn. Dan is het echt lastig om als beginnend bandje ertussen te komen. Dus Noorderslag is heel handig dan, ja.